Is hij aan? En vandaag ga ik je meenemen naar een hele vette plek. Ik ken het nog niet, ik heb er veel over gehoord. Het heet Snackcar de Vrijheid. Oké, dan. Loop met me mee. We gaan die kant op. Ik vraag me af waarom het de Vrijheid heet, maar we komen weer wel achter. Laat je even zien hoe het eruit ziet. Hey Matty, alles goed? Lekker met jou? Hey man, dit is mijn Matty. Hey. Stel even voor. Ik ben Hassan. Weet je wat het is? Al dat uitgaansvolk, dat komt hier zo natuurlijk. Ja. En dat is eigenlijk wat het eigenlijk zo beestachtig gaaf maakt. Hey, goeiedag. Kijk, dit is Snackcar de Vrijheid. Ik laat je even de binnenkant zien. Het ziet er heel vet uit. Toen we hier begonnen, toen was het hier helemaal vrij. Er stond geen kantoor aan de overkant, aan de zijkant niet. Dus het was één grote vrijheid. We keken helemaal naar de Benoordenhoutseweg. Hey Matty, kom even lang bij jou, ja? 25, 30 jaar geleden, want toen studeerde ik hier. Wat studeerde je? Dus toen gingen wij uit de stad, bouwen we hier voorbij en dan pakte je nog een, wat te eten voordat, voordat ik naar huis ging. En wat is er nou leuk om hier te werken? Zo was die? Nou, je hebt hele sociale klanten. Je krijgt hier geen ruzie of geen discussie met niemand. Lekker patatje. Eet smakelijk. Komen er ook mensen hier, komen er ook ministers langs en zo die hier wat komen eten? Jawel, die komen ook wel langs. Erika Terpstra was gek op lumpia. Lumpia? Ja, Erika Terpstra. Lekker satéetje aan het bakken. Wat is zo speciaal aan de Vrijheid? Dat wij de klanten al jarenlang hebben. En dat die kinderen nu komen van die mensen die vroeger natuurlijk jong waren. Daar gaat u wel eens naar theater. Ik ben toevallig, twee weken terug, ben ik bij Siske de Rat geweest. En ben je wel eens naar een toneelvoorstelling geweest? Behalve Siske de Rat? Nee, niet echt. En als je naar zo'n voorstelling zou gaan, waar zou het over moeten gaan? Over een frietkraam of over... Ik heb iedere dag te maken met frieten, dus dat hoef ik niet te zien. Nee, dat is een stomme vraag. Maar wat zou je dan willen zien op toneel? Iets waarvan je denkt, dat vind ik nou zo leuk, vind ik nou zo interessant. Nou, als het dan iets is dat je echt kan lachen. Mm-hmm.